Hallo. Ah, goedenavond. Zeg, ik heb een vraag voor jullie. Ja? Ik vraag me al heel lang af, waarom heeft een koe eigenlijk een blaas? Waarom heeft een koe een blaas? Ja, want waarom heeft hij dat nodig? Die kan toch overal naar het wc gaan waar ze wil? Dat is waarom eigenlijk heeft hij dan eigenlijk een blaas? Oké, goed. We gaan op zoek naar het antwoord. Ja. Dus een koe. Wat is er heel typisch voor een koe? Een koe die heeft 4 magen. Inderdaad. Dus het eten komt binnen in de koe, gaat naar maag 1, wordt daar verwerkt. Gaat naar maag 2, wordt daar verwerkt. Gaat naar maag 3, wordt daar verwerkt. Gaat naar maag 4. En vervolgens vraagt dat eten zich af, waar moet ik nu naartoe? Want 4, laat ons eerlijk zijn, 4 is een belachelijk getal. Dus dat eten dat gaat op zoek naar maag 5. Maar wat vindt het? De blaas, ook wel de blaaskaak genoemd. Hallo. Ja. Blaaskaak. Voilà. Daarom heeft een koe een blaas. Voor mij.